Lopen maar. Doe dan. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer. Het is vandaag alweer maandag. Ja, ja, ja. En we leven op 18 januari om 12:53. Astrid, die is bovenal bezig. Ik ga de hondjes nog even uitlaten. En ja, ik heb doorgewerkt tot vannacht 1:06. Ja, het enige wat gedaan moet worden hier, dat is de keuken verder nog opruimen, de afwas, etc. En de trap moet nog opgeruimd worden. Dat moet allemaal nog gedaan worden. Ja, maar dat is klaar. Ik heb hem toch maar wel hoger gedaan. Ja, dat vond ik toch wel zelf ook mooier. Nou, het is helemaal klaar. Schoon, spik en span. Enkel de vloer nog niet. Nee. Maar de rest wel. Ja. Helemaal weer geweldig. Ik ben er helemaal weer blij mee. En die twee zijn gek. Die zitten achter elkaar aan, ze maken er een puinhoop van en ze doen en... Ja, en daar zit er eentje te mekkeren achter die deur. Ja, dat is onze Gandalf. Ja, en nu? En nu? Hé, en nu? Vrouwtje gaat zo even met woefwafjes naar buiten, ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik wens jullie natuurlijk eerst een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog. Ja, en geniet van alles met wat jullie doen en wat wij doen. En ja, ik heb dit keer ook geen kleed op mijn tafel. Ik wou dat niet. Ik denk, ik laat hem eens een keer zo. Ja, die moet ik iedere keer bij me houden, want de dames die zijn iedere keer ook af en toe aan het touw doen op een moment dat het even niet kan. En dat ik het ook niet wil. Ze zijn nog best bezig hoor. Stel je banjes. Yay! Oeh, wat doen we nou? Pakken. Pakken dan. Hey, hallo. Nu jij bij mij. Ik zie wat. Ik moet even onder de tafel. Tenminste onder de tafel. Ik moet in de bui. Ja, ik moet wat eens doen. Zo. Kan dat ook geschikt worden met u? Toe. Je ziet de remsporen van Elwing op de grond. Ik weet niet of jullie dat opvalt, al die strepen. Jongen, nog een toe. Komt Astrid aan hoor. Wow, komt Astrid aan. Moet je die remsporen van Elwing zien op de grond? Ja, dat is niet normaal. Ik ben nou hun aan het filmen. Stelletje banjes. Hé? Stelletje banjes. Ja? Yeah. Maar oké, lieve vrienden, ik ga er vandoor, want ik moet de hondjes uitlaten. Ja, moet wel even gebeuren, voordat ze wat in huis doen en dat wil ik niet, nee. Dus ik zou zeggen, geniet van jullie dag, doe het met een lach, doen wij hier ook of niet dan? Ja, zeker weten, ja. Dus ik zou zeggen, tot later. Lopen maar.
Ga eens op de stoeprand. Hey, niet elkaar van de stoep af rand afduwen. Nou, even wachten. Wachten, goed zo. Hallo lieve vrienden, Astrid is net weer de deur uit. Koffie hebben we genoten en van alles en nog wat. Ik heb een hele leuke filmpje gemaakt met mijn normale mobiel. Die zet ik ook in deze vlog. Ja, die moet hiervoor dus komen te staan. Dat was dat ik met de dames aan het lopen was. En ik ga nu zometeen wat was jij aan het doen? Kwispelkont? Ja, zit je er mooi? Wat zie je er mooi? Standbeeld. Maar in ieder geval, wat ik nu ga doen, dat is naar boven toe. Mijn haar doen, even een kleurtje erin, dus daarna zie ik er weer heel gek uit. Ja. En daarna ga ik het wassen. En terwijl ik het in moet laten trekken, bemoei ik me even, met een vlog in elkaar te zetten. Dat gaan we dan doen. Dus ik ga straks weer de computer aan doen, ik kan niet wat warm draaien, laat me zeggen. En als ik die vlog in elkaar heb gezet, ik denk dat ik dan mijn haar wel weer uit kan spoelen. En als ik dan weer beneden kom, dan bemoei ik me daarmee met dat gebeuren. Ja, want het ziet er niet uit. Vies, vet en het moet nodig opgeknapt worden. En de honden zijn weer gek. Ja, dat was zacht piep, hè? Ja. Wie moet er naar buiten? Wie wil er naar buiten? Willen jullie naar buiten? Moet je naar buiten dan? Moet je naar buiten? Moet je naar buiten? Doe maar. Ga maar naar buiten. Ga naar buiten dan. Doe maar, Rijka. Naar buiten. Doe dan. Doe dan. Ga maar naar buiten. Doe maar. Je kan er door, hoor, Elwin. Doe maar. Doe dan. Af en toe is het net alsof ze aan het dansen zijn met de pootjes om elkaar heen. Oh, geweldig. Oh,
Hé, hey, naar buiten, naar buiten. Hup, wegwezen, naar buiten. Doe de deur dicht. Nou, moet jij dan weer naar binnen? Jij ook? Nou, kom dan. Rijka, kom dan. Kom dan. Kom dan. Rijka wil niet. Wat dan? Wat moeten we dan? Wat moeten we nou? Wil jij naar buiten of moet Rijka naar binnen? Rijka wil niet. Doen we de deur dicht? Zeg maar dag, Rijka. Nou, moet je naar binnen dan? Nou, kom dan. Kom dan. Nou. Klaar. Klaar. Time out. Time out. Time out. Time out. Goed zo. En blijf. Nou, heb ik het goed voor elkaar of niet? Ik dacht van wel. Ja, toch? Nou, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, tot later op deze dag. Doei! Ja, lieve vrienden, het wordt alweer donker. Tenminste, schemer. Ja, het is nog wel licht, maar ook ja, eigenlijk weer niet. Het is ook alweer 16:22 en ik heb mijn haar weer gedaan. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen bekijken. In het begin, ja, het is nog nat. Ik heb er ook koud van, want ik heb net gewassen. Maar in ieder geval, het zit er weer in. En ik heb nou twee kleuren gedaan, want Linda die had mij een andere tube gegeven. Tenminste, ik heb hem betaald, maar ik zag het pas veel later pas. Dat ik hem ging dat ik hem zou gaan gebruiken. Dat het niet de desbetreffende kleur is die ik nodig heb. Nee, ik heb purple. Ja, en dit is, ja, weet ik veel. Moet ik hem nog een keer bekijken, maar in ieder geval. Linda, lieve schat, ik weet niet of je kijkt, maar anders heb ik je wel. Het is wel de verkeerde tube. Ja, maar het maakt niet uit. Nee hoor. Ik heb nog een heel klein beetje in die oude tube van purple en ja, dat zit er voren erin en de rest zit een klein beetje, ik heb gewoon een beetje door elkaar heen. Ja, moet kunnen. Dus, en ik heb een vlog in elkaar gezet, die ga ik zo naar YouTube brengen en dan moet ik daar mee naar gaan. Ik ga ketwissel naar doen. Hopen dat het dan weg is, meneer. Deze handjes moeten het wel doen, ja. Maar oké, komt goed lieve vrienden en ja, we gaan er gewoon voor. We gaan gewoon lekker door. Simpel zat, ik heb het enkel koud. Ja, en ik ga een bak koffie maken. Ook dat gaan we doen, ja. Daar heb ik wel zin in. Dus ik zou zeggen, geniet van alles en tot later. Zo lieve vrienden, daar ben ik weer. Ja, ik zet de boel spik en span. Mijn huisje is schoon. Oké, maar later staat weer in de kamer klaar, omdat ik zo met de woefwaffies, met Elwing en Rijka uitga. Maar ik laat het jullie even zien. De soeppan en die deksel, ja, die konden er helaas niet meer in. Dus dat is de volgende ronde. Dit bakje, dat gaat altijd op zijn kop over
kan al zo'n eten wanneer die het niet op hebt. Dat ding moet weer naar de schuur. Deze. Maar dat komt wel. De trap is er al naartoe. Nou, alles weer spik en span. Er ligt brood klaar, want ik ga geen eten klaarmaken. Geen fut meer voor. Nou, dat moet in de was. Dat moet in. Nee, dit is de Elwing de handdoek. En Rijka de handdoek. Wanneer ze drijfnat thuis komen, dan droog ze daarmee af. En ze zijn nog niet smerig. Nee, dat is wel weer smerig. Maar dat moet ook nog opgevouwen worden. Nou ja, morgen krijg ik bezoek. En dan ga je niet zitten te vouwen, want die komt hier voor het eerst. Nou, mijn haar, dat ziet er dacht ik wel goed uit, toch? Hup, staan jullie. Ja, toch? Ziet het er wel weer leuk uit? Ja, vind ik wel. Gewoon top. Maar in ieder geval, mijn hondjes die willen lekker even lopen. Waar is Elwin? Elwin, kom daar. Ja, kom daar. Kom maar. Hier, daar is ze. Ja? Oh, je ziet ook zo lief, hè? Ja, en Rijka ook lief. Rijka. Rijka. Rijka, kom eens kijken. Rijka. Achter Elwin aan, hè? Die luistert niet. Rijka. Kom eens hier. Kom eens kijken. Hierop. Rijka, kom eens kijken. Oh, snoepie. Ja, nog een snoepie. Jij niet? Kom dan kijken. Kom dan kijken. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Angst, haas, want dan ben je bang. We troelen zo vaak. Je bent ook heel vaak wel lief, hoor. Ja. Hé, jullie zijn toch allebei lief, of niet? Dat ik als je moet wat leren luisteren, jij. Ja. En daar heb je die grote oortjes al gekregen. Ja, die heb je daarvoor, om te luisteren naar het vrouwtje. Nou. Maar oké, lieve vrienden, ik ga hier even mee met ze er vandoor. En, ja. We zien hem al onderaan vanzelf vanavond. En in ieder geval, ik moet ook nog eten, zoals jullie weten. Dat rent ook nog mee. Ik kan al helemaal goed rijmen en dichten, zonder mijn hemdje op te lichten. Dus ook over andere dingen. Ja, een vraag maar raak hoor. Ik zal er wel even op wat verzinnen dan. Als er iemand zegt van probeer daar en daar even op een gedicht te maken. Dan probeer ik dat. Ja, dus kom maar op. Ik doe dat graag. Ja. Desnoods maak ik er nog een plaatje bij, die zet ik dan in de vlog erbij, met het gedicht eroverheen. Ja, komt helemaal goed. Dus ja, als jullie dat leuk vinden, kom maar hoor, is leuk. Ik hou me er helemaal voor open. Ja, nou, ik zou zeggen lieve vrienden, geniet en tot later op vanavond. Doei!